Wij zijn als Vereniging Nederlandse Gemeenten voor een wet die zorgt voor een duurzaam en stabiel opvanglandschap. In die zin is ook een spreidingswet echt een goed idee. We hebben ook in de bestuurlijke afspraken die we eerder dit jaar hebben gemaakt met het kabinet, ons daarop vastgelegd. Dus in die zin is het spreiden van asielzoekers over Nederland, waardoor dat. Eerlijker gebeurt dan nu het geval is een goed idee. Tegelijkertijd zouden wij heel graag zien dat zo'n wet echt een onderdeel is van de eerder eh, afgesproken uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. Dat is echt een aanpak voor de lange termijn, die over veel meer onderwerpen gaat en die zal echt zorgen voor een rustig en stabiel eh, opvanglandschap. De vraag is in dit geval of de wet zoals die er nu is vormgegeven, of die wel um, het effect gaat hebben dat, uh, dat we ervan zouden willen verwachten. Uh, we zien dat toch uh, de wet best complex in elkaar zit met meerdere fases. En daardoor denken we dat het effect dat we met elkaar willen uh, misschien niet heel snel bewerkstelligd wordt. Ja, laten we eens inzoomen naar dat effect op korte termijn. Wat, hoe staat dat ervoor? Je ziet dat er nu eigenlijk een soort getrapte aanpak in deze wet zit, die maakt dat wij niet verwachten dat we heel snel effect zullen zien. Het is heel erg belangrijk dat we heel snel meer opvangplekken krijgen voor asielzoekers, en deze wet zal dat vrees ik niet doen. In die zin zouden wij dus ook een effectievere wet willen en gaan we graag in gesprek met de bewindspersonen die hiervoor verantwoordelijk zijn, om te zorgen dat we een betere wet krijgen die sneller effect heeft. Want als we deze manier door blijven gaan vrezen we dat het effect zich eigenlijk pas misschien over een jaar voordoet. En dat is te laat, die tijd hebben we niet.